Club Vie aan de Rotterdamse Maasboulevard organiseerde afgelopen vrijdag een fashion event en een veiling voor Pink Ribbon, de organisatie die zich inzet voor onderzoek naar borstkanker. Modeminnend Rotterdam trotseerde in dunne panties en op hoge hakken de kou. En verslaggever Suzanne Mulder volgde deze eerste Nuit de la Mode. Fashion night. En een veiling van dure spullen. Komt het publiek om het goede doel te steunen of gewoon voor de lol? 25 modellen worden voorbereid op de lingerie show waarmee de avond zal worden afgesloten. Club Vie wil in Rotterdam een platform creëren voor creatieve geesten uit de wereld van mode en lifestyle. Jonge ontwerpers, ondernemers, winkeliers, brands, labels. En daar wil ik een platform voor verzorgen om hun de kans te bieden om één keer in de maand in de spotlight te staan. Om ook de kans te krijgen zodat mensen hun creatie kunnen zien. Mits je beschikt over goed ontwikkelde stembanden, moet netwerken best lukken. En omdat het bijna kerst is, wordt op deze avond een veiling gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Pink Ribbon. Ga je bieden? Ik weet het nog niet. Even kijken wat ze hebben. Maar budget, hè? Mijn budget is erdoor. Dus, Waarom ben jij hier naartoe gekomen? Omdat dit een heel mooi fashion event gaat worden. Ja? Absoluut. Ik kom voor die lingerie show van Der Commissaris. Dus ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd naar de modellen. En ga je bieden op de veilingen, stukken? Ja, ik denk die Blackberry. Ik denk, I think there's some watch. So maybe, right? Die wil je hebben? Ja, die wil ik hebben. De veilingstukken zijn binnen. Onder andere een jurk. Om jouw lief de mooiste te laten zijn tijdens het kerstbal. Het is een speelsjurk van chiffon. Heel mooi. Twee dekken over elkaar heen. En met een accessoire aan de voorkant. Waarom heb je besloten om deze aan te bieden voor de veiling? Omdat ik heb zelf iets met Pink River. Dus in verband met mijn moeder. Die is ook aan kanker overleden. In de hoop op een mooie opbrengst zijn de veilingstukken naadloos afgestemd op de smaak van het publiek. Voor wie is die? Voor haar. Voor mijn stiefdochter. Ben je er blij mee? Ja, ik ben hartstikke blij mee. Nee, ik heb het met liefde gekocht. Voor een goed doel. Maar oma Moni maakt ook hele mooie dingen. Vanuit zijn hart. En daarom heb ik het gekocht. Eindresultaat, 2 van de 3 stukken verkocht, €330 opbrengst. Wat dit over het publiek zegt. Ja, het is misschien lastig om wanneer je uitgaat in één keer iets uit te geven van €400. Maar toch zijn mensen bereid geweest om geld neer te leggen voor producten en voor Pink Ribbon. Dus ik ben blij met dit publiek. Netwerken, de veiling, allemaal mooi. Maar kers op de taart.